Dus we zijn bezig met een alcoholcontrole in het kader van de Bob-campagne. Dus die is begonnen in november, 27 november, en die loopt door tot 10 januari. Dan voor de politiezone Kassen, dus Kampenhout, Stenokkerzeel en Zemst, gaan wij dagelijks de baan op en doen wij controles op alcohol, maar ook op drugs in het verkeer. Zodanig dat we de campagne door alle dagen de mensen kunnen op attent maken van kijk, het risico, de pakkans gedurende de Bob-campagne is tamelijk groot in de zone. Hoe selecteert u eigenlijk de mensen? Eerst doen we de mensen stoppen. Een keer rondkijken in de wagen, zijn er ook andere inbreuken, want niet enkel alcohol en drugs wordt gecontroleerd, maar ook het volledig voertuig en een bestuurder. Is er niks abnormaal aan het voertuig of de bestuurder en we ruiken niks naar alcohol, dan mag de bestuurder doorrijden. Tegelijkertijd hebben we nu sinds de invoering van de speekseltest iedereen ook opgeleid om de uiterlijke kentekenen van druggebruik te herkennen. Dus daarop gaan de mensen ook kijken van, heeft die mens grote pupillen, dat is een aanwijzing, een droge mond bijvoorbeeld. En dan gaan we ze onderwerpen aan de speekseltest. Dus momenteel zitten we met een bestuurder die heeft 0,96 geblazen. Dus eigenlijk is dat meer dan 2 promille. Dus je ziet, in de loop van de namiddag is dat toch tamelijk veel. De mens is 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Dus ook in de namiddag rijden mensen rond die een glaasje te veel op hebben. Als de mensen negatief blazen, krijgen ze dan een beloning? Ze krijgen een Bob-sleutelhanger met een nieuwe logo op, met een hartje in van iBobU, de campagne voor 2010. Bent u zelf ooit al eens betrapt? Nooit.